Mijn naam is Jan-Willem van der Velde en ik heb een akkerbouwbedrijf in Dreischor in Zeeland. En samen met mijn twee zoons en mijn vrouw vormen we een maatschap. Het belangrijkste gewas, de helft van het areaal, is pootaardappelen, presumptieaardappelen, graan en suikerbieten, uien en nog een stukje knolselderij. Ja, er zijn heel veel uitdagingen in onze sector. En één uitdaging is sowieso met minder input van gewasbescherming en kunstmest toch de maximale opbrengst zien te behalen. En ook nog met zo weinig mogelijk arbeid je bedrijf rondzetten. Wij streven naar zo hoog mogelijke opbrengsten van de gewassen, hè, maar wel met behoud van je bodemvruchtbaarheid. Ja, daar pas je ook je bemesting op aan en we willen ook zo meer minimaal mogelijke bemesting inzetten. En dus zien te voorkomen dat de meststoffen uitspoelen en het hele seizoen beschikbaar zijn voor de gewassen. Maar dat is theoretisch wat je wil en dat probeer je in de praktijk te benaderen. En ik denk dat Exocoat daar wel een rol in kan spelen. We hebben de OCI Exocoat dit jaar hebben voor het eerst toegepast in de suikerbieten. Dit jaar hebben we een brede spuitmachine gekocht van 52 meter. En als je moet overbemesten, op die breedte, dat gaat niet. En technisch is het ook bijna niet aan te strooien. Dus heel praktisch was het voor ons al, paste het in het plaatje om in één keer te strooien. En daarna niet meer. We hebben best veel werk voor de kiezer, zeg ik altijd. Pootaardappelen is behoorlijk arbeidsintensief. En ook in de maanden juni, juli, als er veel selectiewerk is. Dat is, zijn belangrijke momenten. Dan willen wij het arbeid zo organiseren dat we daar ook de handen vrij voor hebben. En in dit geval hebben we dat doordat we maar één keer suikerbieten hoeven te bemesten en geen overbemesting hoeven te doen, vullen we dat op die wijze al een beetje in. Concreet, uiteindelijk bekijk je ook van wat voor risico's neem ik als ik nieuwe middelen of meststoffen inzet. En uiteindelijk verwacht ik in ieder geval geen risico en ik hoop een meeropbrengst. En als het goed bevalt, gaan we het zeker overwegen natuurlijk voor andere gewassen.